5 jaar geleden was ik op familiebezoek in Canada en in de boekwinkel zag ik een enorme stapel van één en hetzelfde boek, een kinderboek. Mijn nichtje vertelde dat dit boek elke zomer het best verkochte boek was van Canada en waarschijnlijk ook van Amerika en Engeland, want in de Anglo-Saxische landen is deze kinderboekenschrijver mateloos populair en terecht. Zijn naam is Dr. Seuss en het gaat om het boek Oh, the Places You'll Go. Hij schreef het toen hij 86 was, een jaar voor zijn dood, en het is een handleiding voor het leven in de vorm van een kinderboek. En ouders geven het aan hun kind als ze het huis uitgaan, als ze gaan studeren. Ik gaf het aan mijn eigen dochter toen ze 2 jaar geleden naar Engeland vertrok om daar te studeren. Ik heb het haar huilend gegeven. De boodschap is simpel. Soms zit het mee in het leven, soms zit het tegen. Maar je bent altijd vrij om je eigen keuzes te maken. You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. Ik ben Manon Sikkel en dit is mijn lievelingsboek.